Breda Nu. Je weet het meteen. In Geren-Zuid is een project bezig om huizen duurzamer te maken. Deze modelwoning is al af en werd daarom gepresenteerd door wethouder De Beer. Dat project loopt al een paar jaren. De voorbereiding is heel belangrijk om samen met bewoners dit helemaal op te zetten. En dat heeft de woningcorporatie, Alleen Wonen heeft dat gedaan in eerste instantie met de bewoners. En op een gegeven moment kregen we ook het verzoek of we vanuit de gemeente ook mee willen denken. Omdat het gaat niet alleen over de woning en de energiedoelstelling in de woning zelf. Uiteindelijk wil je dan gelijk de hele wijk ook een goede uitstraling geven. En ook dus de ruimte eromheen. Dus we zijn heel snel gaan meepuzzelen. Dus dit is heel intensief voor de bewoners zelf. Dus hoe gaat dat? Soms gaat dat heel soepel en soms gaat dat ook erg moeilijk. Gewoon omdat het voor bewoners, bijvoorbeeld als het oudere mensen zijn, toch wel een heftige ervaring is. En dat we moeten zorgen dat ze dat ook in die periode een beetje goed overleven. Nou, loopt het allemaal een beetje op rolletjes of valt het tegen? Nou, het ziet er heel mooi uit in ieder geval. We zijn bij ons nog niet bezig, maar het ziet er heel mooi uit. Wat ik eraan zie wel, het is natuurlijk vooral in het begin, de eerste huizen is natuurlijk nog gewoon onwennigheid en bepaalde dingen die nog niet helemaal goed lopen. Maar ze zijn hier bij mij, ze hebben heel de keuken eruit liggen en de badkamer. Mensen zijn ontzettend vriendelijk, doen ontzettend de best. Het is alleen, het is heel stoffig en dat valt tegen omdat ze gelijk de keuken en de badkamer doen. En door deze schil die je hier achter ziet, om die woning heen te plaatsen, daalt die energierekening flink, neemt het comfort enorm toe en kunnen deze woningen er weer een flinke tijd tegenaan. Oké, maar u heeft er dus wel een hele hoop vertrouwen in, aardig personeel. Heel erg, ja. Ik heb er heel erg vertrouwen in dat het prachtig wordt. Als ik deze keuken zie, dan denk ik nou, dat teken ik voor. Wat zijn nou de hindernissen die je tegenkomt als je wil renoveren op zo'n grote schaal? Nou, het is natuurlijk ingewikkeld omdat het een forse investering is. Voor corporaties is het ook al puzzelen om dan de goede investering vrij te maken. En wat bijvoorbeeld een uitdaging is in dit rijtje woningen, is dat er ook twee particuliere woningen tussen zitten. Omdat corporaties in het verleden wel eens een woning verkochten, zie je dus in een rijtje huurwoningen soms een koopwoning ertussen zitten. Wij komen altijd in dit soort projecten, want dit gaat boven best veel woningen, mensen tegen die gewoon meer zorg nodig hebben. En als mensen chronisch ziek zijn of als ze de drukte niet aankunnen, en dan duurt het best wel een tijdje, dan verplaatsen we mensen tijdelijk. Dan zorgen we voor een goede oplossing. We hebben een rustwoning, we hebben een plek waar mensen eventjes tot rust kunnen komen. En als ze meer nodig hebben, dan zorgen we daar ook voor. Breda Nu. Je weet het meteen.